Hoe ziet het leven na de zaak eruit? Een serie interviews met en over ondernemers die hun zaak hebben verkocht. Over alle ups en downs en dingen die ze volgende keer anders zouden doen. Hij is partner bij Mark Link en vanuit die rol dagelijks bezig met ondernemers die hun bedrijf verkopen. Mijn gast in deze aflevering van Is er leven na de zaak, Tim van der Meer. Van harte welkom, Tim. Ja, laten we beginnen met zo'n verkooptraject. Hè? Schets dat eens. Hoe loopt nou zo'n heel traject? Dat is een hele open vraag. Ja. Ja, korte vraag en dan mag een lange antwoord op komen. Nee, kijk, bij ons komen meestal ondernemers met concrete vragen. Ik heb de keus gemaakt, ik ben er klaar voor, mijn bedrijf is er klaar voor. En we gaan nu beginnen. Hè? Dus eigenlijk het voortraject is niet echt wat wij direct zien. Maar wij beginnen inderdaad met het analyseren van de onderneming. We stellen een informatiememorandum op. Soms laten we al een verkopersboekenonderzoek uitvoeren. En we brengen de markt in kaart. Wie zijn de potentiële kopers? Wie zouden dit bedrijf interessant kunnen vinden? Hoe zitten jullie daar commercieel in? Wat is jullie businessmodel? Krijgen jullie dan een soort kickback op de deal? Of is het uurtje factuurtje? Of hoe werkt dat dan? Nee, wij werken meestal op basis van een succesfee, een succesvergoeding, afhankelijk van de uiteindelijke dealwaarde. Okay. En we rekenen een kleine retainer fee gedurende het traject. Om ook echt het daadwerkelijke commitment te krijgen. Ja, precies. De grootste groep op dit moment zijn de ondernemers die gemiddeld zo'n 45, 50 jaar oud zijn. En zeggen, joh, ik heb dit nu 20 jaar gedaan. Mm-hmm. Of ik verkoop het, of ik wil nog één keertje gas geven. Een deel van mijn bedrijf verkopen aan een investeerder. Dus dat noemen we dan een pre-exit. Ja. En samen met die investeerder toewerken naar een definitieve exit. En dat is, verkoop je in feite twee keer je bedrijf. Geld is zeker belangrijk. Toch zie je wel vaak dat de uiteindelijke koper niet de hoogste bieder in het proces was. Hè? Dus het is meer dan alleen geld. Het zijn voorwaarden, het is vertrouwen. En het is natuurlijk ook het idee wat je hebt. Hoe staat mijn bedrijf er bij deze koper over 5 jaar bij? Ons werk houdt echt formeel op bij de notaris. Het is alleen wel zo dat we krijgen die opdracht omdat een ondernemer ons echt vertrouwt en omdat je echt een klik hebt. Natuurlijk komt die vraag ook bij ons uiteindelijk. Van wat moet ik met mijn vermogen doen? Wat zal ik doen? Kun je me doorverwijzen naar een aantal goede partijen? Ja. Zeker. Alleen er zijn ook echt heel veel ondernemers die zeggen, ik zet het op een spaarrekening, doe er helemaal niks mee. Ja. En we hebben ook meegemaakt dat er ondernemers waren die net zo ondernemend met hun vermogen omgingen als met hun onderneming. Als ondernemer heb je je vermogen echt in één mandje. Hè? Dus dat was het. En het durven te spreiden en wat geduldiger omgaan met de aanwas van je vermogen, dat vinden sommige ondernemers natuurlijk gewoon echt heel erg lastig. Jij noemt geduldig. Dat is natuurlijk überhaupt al een woordje wat veel ondernemers lastig vinden. Ja, als je het passief gaat beleggen, wat op zich niet altijd onverstandig is, dan moet je denk ik wel voor in de wieg gelegd zijn. Ik zie toch wel vaak dat ze met een deel van het vermogen echt weer gaan ondernemen. Ondernemer ben je en was je. En hoewel de droom er vaak is om echt te stoppen en te genieten van het leven, komen veel ondernemers er vaak achter dat het genieten van het leven toch voor een heel groot gedeelte in het ondernemerschap zelf zat. Het is nu helemaal zo dat bijvoorbeeld in Amerika de waarderingen voor middelgrote ondernemingen wat hoger liggen dan in Europa. Kun je er iets van zeggen van die waarderingen? Waar ligt dat ongeveer tussen? Het is weer per branche verschillend, maar het kan 1 tot 3 keer de winst verschil maken. Ja, ja, ja. Dus dat is de moeite van het extra zoeken wel waard. Ja. Dankjewel voor je insights, Tim. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken. En voor onze luisteraars van onze podcast uiteraard dank voor het luisteren. Dag. Dit was een interview met Tim van der Meer uit de serie Leven na de zaak. Aangeboden door experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Mees Pierson. Wilt u ook uw vermogen na verkoop van uw onderneming goed laten beheren? Ga dan naar abnamromeespierson.nl en maak een afspraak.